Ergens op een random plek in een Minecraft-wereld staat een heel skeer hutje met twee mensen erin. Mart en Robin. Twee tamelijk domme mensen. Hey! Sorry, het is gewoon zo. Hun droom is altijd al geweest om op reis te gaan en de wereld van Minecraft te ontdekken. Helaas hebben ze nooit de spullen ervoor gehad. Maar vandaag wel! Want ik heb hier een boek gevonden! Ja, boek. De spullen die je nodig hebt. 23 luchtblokken, 1 roer, 5 koekjes en 1 magnetron. Mijn luchtballonnen werken toch door de wrijvingskracht van vuur? Iedereen weet dat de magnetron luchtballonnen aandrijft. Oh ja, natuurlijk. Wat dom van mij. Maar waar halen we een magnetron vandaan? Oh, kut. Dit moet werken. Nu alleen nog 23 luchtblokken, een roer en 5 koekjes. Als het goed is, moet ik nu alles in dit gat gooien. In 3, 2, 1, klik! Ons huis is weg! Maar dat maakt nu niet meer uit, want we kunnen overal naartoe! Woehoe! Yeah! Woehoe! Yeah! Woehoe. Na al die jaren gaan we eindelijk op een reis! We gaan eindelijk de wereld van Minecraft ontdekken! Woehoe! Yeah! Woehoe! Yeah! Wow, kijk hoe klein de wereld vanaf hier lijkt! Dat kan ik niet zien, dat mijn renderdist dus veel te laag staat. Hé Robin, doe nog even een koekje in de magnetron. Kan niet! Hoezo niet? Ik heb de koekjes opgegeten. Wat? Maar dan gaan we omlaag. Nee, want we hebben altijd de wrijving van vuur nog. Zo werken luchtballonnen niet, noob. Wat doen we nu? Dit is een noodsituatie. No shit. Wat is dat in de lucht? Het lijkt wel een vogel, maar toch ook weer niet. Wordt hij nou groter? Oh, het is een luchtballon die neerstort. Matthijs? 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 Leef je nog? Ah, wat was dat? Hij was het! Wat? Jij was degene die de koekjes heeft opgegeten? Je hoort deze koekjes nodig te hebben voor een luchtballon. Koekjes voor een luchtballon? Iedereen weet toch dat een luchtballon door de wrijving van vuur opstijgt? Zei ik toch? Laat ook maar. Nee, niks laat maar. Jullie moeten mijn huis fixen. Het was toch een lelijk huis. Oh. Schande. Zoiets zeg je toch niet? Serieus, man. Dat is inderdaad wel een beetje overdreven, Robin. Maar, komen jullie lekker gezellig thee bij ons drinken? Eerst moeten ze mijn huis fixen. Ze waren toch niet expres neergestort? Geef hun niet de schuld. Goed dan. Dus, hoe was de vlucht? Hobbelig. Dat geloof ik, ja. Waar waren jullie eigenlijk daar onderweg? We wilden de wereld van Minecraft ontdekken. Er is hier helemaal niks behalve vierkant landschap. Er zijn steden en andere dingen, hoor. Jullie lijken mij nou niet echt de types voor een grote stad. Tuurlijk wel, we zijn hartstikke avontuurlijk. Nou, succes ermee dan. Dus, dan gaan wij weer. Ja, dat was gezellig. Oh shit, we hebben koekjes nodig om weer weg te vliegen. Hoezo? Ik heb ze gewoon hier. Had je die al die tijd gewoon bij je? Sorry van je huisje trouwens. Dat was dan de eerste aflevering van de serie waar Mart en Robin op random plekken terechtkomen en avonturen beleven. Ze kunnen overal terechtkomen en jij beslist waar ze de volgende keer neerstorten. Wacht, wat? Inderdaad, ja. En dat kan alles zijn. De dierentuin. please no. De stad. Ja, dat zou wel leuk zijn op zich. De bergen. Saai. Waar je ook maar kan bedenken. Zet in de reacties waar ze de volgende keer neerstorten. Wie de fuck ben jij?